Ja, moedeloos word je nooit. Ik bedoel, je moet toch weer naar woensdag kijken en zit de volgende wedstrijd aan te komen. Dan kunnen we wel weer 3 punten pakken. Maar hoe lang kan PSV dat opbrengen? Ja, om je steeds weer op te laden na weer een teleurstelling? Nou, ik denk na elke teleurstelling moet je weer opladen. Want de volgende wedstrijd staat weer om de hoek. En dan moet je gewoon weer volledig op concentreren. Anders kom je niet ver, denk ik. Waarom is RKC Waalwijk PSV een teleurstelling voor jullie geworden? Ja, het was vandaag inderdaad een teleurstelling dat we met 0 punten staan. Maar ja, de volgende vraag is dan, waarom staan jullie met 0 punten? Volgens mij, als je 1-op-1 de spelers van PSV met RKC vergelijkt, zijn jullie minstens gelijkwaardig, maar ik denk eigenlijk beter. Ja, maar zij hebben 2 keer gescoord en wij 0 keer, dus zo simpel is het in het voetbal. Ja, maar het is geen incident wat PSV betreft, want we hebben hier vaker na een teleurstelde wedstrijd gestaan tegen een op het papier mindere wedstrijd. Er moet een bepaalde structuur zijn waar jullie ook van balen. Ja, klopt. Maar je ziet ook de laatste paar jaar dat het hier moeilijk hebben bij RKC. PSV niet gewonnen het laatste 2 jaar volgens mij. En ja, daar ben je dan voor gewaarschuwd en dan weet je dat je scherp moet beginnen. En ik denk dat de wedstrijd wel hebben gedomineerd, vooral op de helft van RKC hebben gespeeld. Maar helaas 0 punten. Ja, echt op de RKC-manier werd er gevoetbald, werd er gespeeld. En jullie konden niet de vuist maken, niet de opening vinden om dat te breken. Nee, je zag dat we een paar kansjes hadden, maar ik denk niet echt hele grote kansen. En dan moeten die kansen toch in om te winnen hier zo. Want ze spelen heel stug, met z'n allen achterin en loeren op de counter. Ja, dus dan moet je toch te zien doorheen te spelen en dat is ons niet gelukt. Ja, ben je niet bang dat je verhuur van Manchester United naar PSV tot een hele grote teleurstelling gaat leiden? Manchester City. Manchester City, was eigenlijk United. Dat tot een teleurstelling gaat leiden? Nee, want je ontwikkelt je als speler ook natuurlijk. Je doet er gewoon alles aan om het team te helpen. Zo moeten we gewoon doorgaan. En nu moeten we ons weer opladen voor woensdag. Ja, toen jullie om 4:30 begonnen stond RKC 18e, nu staan ze 14e. Onderin kan nog van alles gebeuren, bovenin ook. En waar jullie staan ook, zowel in positieve als negatieve zin. Ja, heb je helemaal gelijk in. Ja, zo simpel is het. Hè. Maar ik zeg eigenlijk, je kan naar boven kijken, want Europees voetbal is het streven. Maar de ploegen achter jullie in het rechte rijtje, die beginnen ook weer PSV in de nek te hijgen. Ja, maar wij hijgen ook weer de ploeg boven ons in de nek, wat u al zei. En ik denk dat wij daar naartoe moeten kijken. En we richten ons wedstrijd bij wedstrijd. Naar Leeuwarden. Klopt.